goedemorgen allemaal en welkom bij de Beweegwijs Miniminer. Super leuk dat jullie er zijn en ik heb er mega veel zin in om met jullie dit te beginnen. We gaan het straks hebben over een nieuw punt waar we vandaag op gaan letten. Dus los van de spelletjes gaat er een punt zijn waar we op gaan letten vandaag. Als we dat hebben afgerond, dan gaan we kijken wie welk spelletje gaat geven aan welke groep, wie de observant is. We gaan even de spelletjes doorlopen ook, zodat je precies weet wat je moet doen. Ik kan nog even een fotootje maken van het spel, wat je gaat spelen, zodat je de materialen weet en weet hoe je het moet uitzetten. En daarna gaan we naar buiten. Voor je het weet gaan we daar alweer weer aan de slag. Ginger en ik zullen dan buiten jullie helpen aansturen. Er is een platte grond, zodat je weet waar je staat en wat je moet doen. Ja. Daarna, als de kinderen zijn geweest, gaan we natuurlijk daar niks opruimen. Gaan we het goed achterlaten, komen we hier terug en dan gaan we het evalueren met elkaar. En aan de hand daarvan gaan we nog even dat punt bespreken en afsluiten met elkaar. Vorige week gastvrij uitnodigend, vandaag flexibel. Die dingen willen we graag terugzien. De observant gaat er ook echt naar kijken. Zijn ze uitnodigend, zijn ze gastvrij en eventueel flexibel als dat nodig is. Goed dan. Mijn klas volgt de bewegen minor van Beweegwijs. En daarin leren ze eigenlijk met de pleinschool spelen aan te rang te gaan. Nou, bij het praktijkonderdeel gaan we naar de Morsekring. Dat is een school hiernaast, een basisschool. Daar geven mijn studenten aan de groepen 3 tot 8 pleinschool spelen. En die activiteiten begeleiden zij als lesgever. Maar je hebt ook studenten die als observator de andere lesgevers gaan beoordelen. En zo in de praktijk het echt gaan zien en gaan meedraaien. Hey, die kinderen die zijn nu nog aan het spelen. Die gaan over 5 minuutjes gaan die naar binnen toe. Ja, we kunnen wel al starten met tekenen en klaarzetten. Stel dat de kinderen ergens aan het spelen zijn waar jij echt precies daar moet tekenen, dan wacht je dus even totdat de kinderen naar binnen zijn. Ja, dus over 5 minuten zijn we naar binnen, dan hebben we alsnog wel 15 tot 20 minuutjes om het klaar te zetten, dus dat moet goed komen. Er zijn ook plekken waar geen kinderen spelen, waar je dus wel alvast kan tekenen en de materialen kan klaarleggen. Als je deze kant gebruikt. Oh, die kant. Dus niet het puntje, maar de grote kant. En gebruik maak van de voegen van de tegels. Dus nu zie je dat je in het midden bent, zeg maar. Ja. Waardoor die lijn een beetje, dat is logisch ook. Terwijl als je de voegen gebruikt. Oh, zo ja. Moet je eens kijken hoe recht de lijn dat dan is, zeg maar. En hij wordt ook dikker, zeg maar. Dus dat het duidelijker is voor de kinderen. Ik heb al heel veel hele goede dingen gezien. Een aantal dingen waar we het later over gaan hebben, die we misschien anders zouden kunnen doen. Het belangrijkste nu is dat je uitnodigend bent, gastvrij, flexibel als het moet. En de bedoeling is uiteindelijk dat die kinderen straks weer naar binnen gaan met het gevoel van zo, dit was een gave pauze. Ik heb een leuk spel gespeeld. Dat is uiteindelijk de bedoeling en daar gaan wij met z'n allen voor zorgen. Eerst met de kinderen, open houding, flexibel, de kinderen een goede tijd geven, veilig. Ja, dat is wel heel gaaf om te zien. Dus dat is echt wel een groot compliment naar jullie. Ik hoop dat na die 8 lessen dat jullie zoiets hebben van nou, ik heb echt wel wat opgestoken van met kinderen überhaupt aan de slag gaan. Met het organiseren eigenlijk een beetje van evenementen. Eigenlijk zijn het kleine evenementjes die je organiseert. Leiding geven aan zo'n groepje kinderen die bij jou komen. En de beweegwijsmethodiek, dus alle kleuren kennen, wat daarbij komt kijken, de gedragsverwachtingen, et cetera. En ik denk dat we daar wel op een hele, dat we op een goede weg zijn, absoluut.